ben Kevin. Ik ben Nourio. En wij zijn songwriters. Een songwriter die schrijft, schrijft liedjes. Kevin heeft een hele rock and roll metal achtergrond. Yes. En ik ben dan weer meer vanuit de R&B soul pop kant. In mijn opvoeding heb ik dat meegekregen. Dus eigenlijk die combinatie erin, die verschillende denkwijzes in stijlen die we dan eigenlijk combineren, dat geeft iets heel muzikaal prettigs, wat we allebei als prettig ervaren. Dus dat zetten wij op die manier door. Songwriter, hoe gaat dat in zijn werk? Je begint met een bepaalde structuur. En met die structuur ga je kijken wat je zelf mee kan. Dus bijvoorbeeld, je hebt dit. En dan kan je daarbij kijken van wat voor melodielijntjes hoor je daarbij. Hè, dus dan kan je een... En als je dan op een gegeven moment een melodielijntje hebt die daar lekker bij past. Hè, dan heb je akkoorden, dan heb je een melodielijntje en dan ga je daar woorden bij bedenken. Ja. Nee, dat is eigenlijk heel simpel, de basis. Kijk, de artiesten die uit Rotterdam komen, vooral hier uit de buurt, hè? Uit Zevenkamp en omstreken, Ommoord, Capelle, weet je, dat heb je toch over artiesten als Le Ceton, Rasmo de Vede, Ronnie Flex. Dat zijn allemaal jongens die hier uit de buurt komen, die we van vroeger ook kennen. Ja. En wij werken dan zo weliswaar achter de schermen, maar wel in hetzelfde vakgebied. En het is gewoon heel tof en inspirerend ook om te zien dat jongens waarmee je bent opgegroeid, dat die ook letterlijk... hun succes en hun doelen behalen in wat ze zouden willen behalen. Dat is gewoon, dat is op de een of andere manier dat gewoon inspirerend. We hebben wel die spirit gewoon van dat Rotterdamse in ons werk. Schrijven in een insane tempo schrijven we alles. Nou, het mooiste ervan is dat de doelen die we hebben, die zijn gewoon ontzettend groot. En die gaan we echt met die niet lullen maar poetsen mentaliteit gewoon keihard neerzetten. En, streven naar het beste. Die dromen gaan ook uitkomen. Work for it. Dat gaat gebeuren.